Ja, ik ben Alia Kops en ja, we gaan zo meteen een balkdemonstratie doen. Lachen wordt het sowieso. Ja, ik ben vooral heel erg gespannen. Ik krijg het warm. Ja, wauw. En ik krijg het gevoel dat mijn hoofd rood is. Dat het helemaal niet kan. Ja, veel geoefend. Ja, oefenen. Ja. Dat is hier gek voor woord. Gewoon gaan. Niet stoppen, gewoon gaan. We moeten namens even de tijd nemen om even na te denken en tot onszelf te komen. Ik sta echt al helemaal te trillen en ik weet niet hoeveel houding ik moet aannemen. Maar sta je er dan en mensen luisteren naar je en kijken naar je, dan is ineens alles weg. En dan, ja, dat is gewoon heel chill. Ik zei, ik heb een pot erom geven, maar verder kan ik u niet helpen. Ik ben Alia Kops en ja, we gaan zo meteen een balkdemonstratie doen. Een flikvlak, een boogje over en Arabier. Nou, een flikvlak, daar ga je achterover. En een boogje, daar ga je voorover. En een Arabier, daar ga je zijwaarts. Ja, we beginnen gewoon op de balk. Ja. Ik denk alleen maar niet van de bak vallen. Ik ben Silke en we gaan zo meteen een dansje doen, een maidance, wat veel in de maidcafés in Japan gebruikt wordt. Want dat vinden we een leuk dansje, dus we willen dat ook doen. Je hebt een soort restaurant in Japan en die heten dan maidcafés en daar lopen de meisjes allemaal in dit soort jurkjes en ze maken heel mooi eten klaar met allemaal schattige figuurtjes erop. En het is ook gebruikelijk dat er een soort acts bij opgevoerd worden en één daarvan is ons maidance dansje. Otarimasho! Cute. Schattig, blij, vrolijk. De brabbel.
een spiegel is, oefenen. Nou, wij zijn docenten van Dormond College. You already know it. En wij gaan dansen. Wij proberen anonymous voor te stellen, zodat we anoniem kunnen blijven. Wij hebben jarenlange ervaring, getraind. 4 schuurfeesten zijn de komende tijd al geboekt. Nee, meneer Van Brummelen die had het idee om ons of om een culturele avond te doen. Toen was eerst het idee ontstaan om de Spice Girls te doen, maar de Spice Girls zijn we met z'n vijven. En wij zijn zoals je ziet met z'n zevenen. Ja. En dit is onze leider. Gewoon. Mevrouw de Jong is onze leider en choreograaf. Ja, ik ben LO-docent, dus ik zou moeten kunnen dansen. Meedoen, die zijn allemaal afgehaakt. Dus nu zijn we met z'n 7 over en dat wij dus daar in de pet gaan. Lachen wordt het sowieso. Ik ben Daan, ik ga een stukje gitaar spelen. Het nummer van Red Hot Chili Peppers, Californication. Dat kan ik goed spelen. Ik vind het een heel mooi nummer. Ik dacht van, ik doe gewoon dit nummer. Ja, ik speel rock, gewoon pop, Nederlands. Gewoon Guus Meeuwis, gewoon Adele. Rock, AC/DC, Iron Maiden, Papa Roach. Heel veel oefenen. En ik kon het nummer al best goed, dus. Oh, ik wil met mijn gitaar in mijn handen staan, lijkt het net een zwart gat. Gewoon echt serieus. Dan denk ik nergens meer aan. Thank you.
ben Sammy en ik heb net gezongen het liedje Love Yourself van Justin Bieber. En ja. En ik ben Taibu en ik heb Sammy begeleid op de piano. Ik krijg het warm. Wow. Ik word wel zenuwachtig, maar ik krijg het warm en ik krijg het gevoel dat mijn hoofd rood is. Dat het helemaal niet kan. Mijn naam is Lars Laat, ik ben 16 jaar en mijn hobby is sidespan motocross. En ik ga dadelijk laten zien waarom het mijn grote passie is en waarom ik het zo graag doe. En ik ga even met de motor op het schoolplein rijden. Ik ga dadelijk als eerste een korte instructie over wat motocross is en dat is dan mede op het schoolplein met mijn vader. Mm-hmm. En daarna ga ik een powerpoint geven over wat het nou eigenlijk inhoudt, zowel door de week als in het weekend als je moet crossen zelf. Wat ik dan doe door de week, hoe ik me eigenlijk ermee bezighoud en wat ik in mijn echte vrije tijd wel doe. En wat ik verder doe met de motor. Kijk! Dat is de laatste laat!
Ja, ik hoop dat jullie vanavond te informeren over wat het dan nou allemaal inhoudt, zo van door de week, zoals weekend. Waar ik het vanavond allemaal over ga hebben is het trainen door de week. Dus wat ik in de sportschool, of ik veel in de sportschool rondhang of thuis op de bank zit. De Nederlandse kampioenschappen, die ik met mijn vader afgelopen seizoen heb gereden. Wat ik dit seizoen ga doen, of ik met mijn vader doorga of met iemand anders. En een kort actiefilmpje. Motocross, dat is natuurlijk een enorme conditionele hobby. En daarvoor moet je natuurlijk de bepaalde uren in de sportschool rondhangen. Nou, ik train 3 keer in de week. Drie keer een uur tot 1,5 uur. En dan zit ik voortdurend op de fiets. Of ik ben aan het roeien op een roeimachine. Of ik ben aan het optrekken of push-ups aan het doen. Ik werk zo niet met gewichten, omdat als sport, als je als motocrosser moet je lichamisch natuurlijk al sterk zijn, maar je hoeft niet per se breed te zijn en ja, hoe dat ze dan onder de jeugd noemen, kast te zijn. Dat hoeft niet per se, je moet gewoon zorgen dat je ja, asem hebt en dat je genoeg lucht hebt voor je spieren. De Nederlandse kampioenschappen. Wat houdt een NK in? Een NK is dat je op zondag naar een bepaald circuit gaat en dat je daar een training van 15 minuten rijdt en 2 manches, oftewel ja, 2 keer 20 minuten crossen met een ronde. Op welke dag? Nou, dat is op zondag, dus daar werk je door de week werk je aan de motor en op zaterdag hou je dan rust om op zondag klaar te zijn voor het crossen.